41,18. U kunt dus wedden of u kon wedden voor deze man. En u kunt straks ook wedden tegen de bar in de business seats voor de Six Bars. En u kunt mooie prijzen winnen, onder meer een schitterende flesje champagne. We gaan door naar het tweede team, dat is het team van EK Libre. En dat is team 2 met teamleider Serge Houdenhuizen. De mascotte met de pony is Manu van Hoeken. De eerste die zal starten, dat wordt Brigitte van Kraabeeks met Queen. De andere ruiters die tweede en derde moeten rijden, moeten in de startbox plaatsnemen, anders mag er niet gestart worden. Zo, we kijken naar het team van Equilibre. Dit team wordt gesponsord door Newbody. Zeer belangrijk dus, foutloos blijven is absoluut een must voor de eerste twee ruiters. Het is maar bij de derde ruiter dat de tijd telt. En als Brigitte van Kraabeeks in de startbox komt, dan kan Kelly Cornelis starten met Jean Queen Duro Di Luna. What's the name? Jean Queen Duro Di Luna, Kelly Cornelis. Hindernis wacht op deze combinatie. Nog steeds foutloos Kenny Cornelis. Op weg naar die hindernis 10. De top jump sprong. En dan blijft foutloos. Nu kijken we dus naar de tijd straks. Dat wordt voor Evi McCoy met Rivera M. Zij moet nu voor de chrono gaan. En de tijd start als zij recht naar hindernis 11 komt. Dat komt hier nu. Team van Equilibre ook nog foutloos onder. Je mag ruikers gerust wat aanmoedigen hoor, dan gaat het misschien wat sneller. En het kan sneller. Nu begint het toch al iets sneller te gaan. Evi McCoy. Snel gaat, kan het ook wel iets fout lopen. En de eerste weigering is dat dat levert 4 strafpunten op, maar nog niets verloren. Evi McCoy. En nu moet ze natuurlijk iets sneller rijden om door te weigeren, want tijd verloren en komt nog een foutje bij. Dat levert 8 strafpunten op de 55-71 voor het team Equilibre. Met teamleider Serge Houdenhuizen, mascotte Manu van Boeken, Brigitte van Kraabeeks, Kenny Cornelis.